Vandaag gaan we Guernsey weer verlaten, de haven van Sint-Pieterpoort uitvaren. Deze Condor, wat een enorm schip is, dat draait hier even achteruit om. Om vervolgens straks vooruit weer weg te kunnen varen. Mark heeft inmiddels de boodschap gedaan, dus ik ga eventjes de route in de plotter synchroniseren. Even de vlag aan de kant hangen, anders zien we niet. Wil je de boodschap nog maar in hebben, Mark? Lekker! Daar aan de kersen. Lekker. Oké. Kapjes eraf halen. Om een route te importeren in de plotter, eigenlijk heel makkelijk. Op de iPad kies ik voor het wifi-netwerk van de plotter. Als ik die heb, dan ga ik naar de plotter zelf doen, want dan gebeurt inmiddels al de koppeling. Dan kan je op waypoints, routes en tracks klikken, importeren van kaart, SD-kaart, Navionics, archief, routes en dan staat de route die je net hebt gemaakt, staat tussen, dus namelijk de route van Guernsey naar Jersey. Die klik ik aan, importeren. En dan heeft hij hem geïmporteerd. En dan kan ik hem hier via waypoints en routes bij routes ophalen. Dan klik ik daarop. En dan heeft hij nu een nieuwe route. Heeft hij erin staan. En dan kunnen we straks aan gaan. Oké, maar ga maar binnen. Achter is ook los. Lekker. Yes, this is Lovebirds. We are currently for the sill and would like to go out of the harbor for Jersey, over. Yeah, that's no problem. We've got 3.5 meters over the sill at the moment. You can go against the red light. Okay, so we can pass the red light, is that correct, over? Yeah, that's correct. We just have to see but you've got 3.5 meters over the sill, so release as you wish. Wonderful, thank you so much. Have a great day. Out. Okay.
Nice. Yeah, make a left turn with Jack Trip, but thanks for looking. Is weggevallen, dus even op de motor voordek inspecteren. Heerlijk hoor. Boven in de mast gaat ook alles goed. Doen. Dat zijn toch die onderdelen hier rond. Thank you.
Bij binnenkomst in St. Helier kom je langs het gebouw van de verkeerscentrale, de St. Helier VTS. Daarachter zit het gebouw van de yachtclub. En hier zie je de drempel die er ligt in de haven, zodat er ook bij ebb nog voldoende water in de haven blijft staan. Wij wachten op het signaal van de havenmeester waar we onze boot kunnen aanleggen, zodat we kunnen wachten tot de drie rode lampen uitgaan en we de haven naar binnen kunnen. Tegen de tijd dat de drie rode lampen uitgaan, verwachten we eigenlijk dat het heel druk gaat worden. Maar tot onze verbazing is er één Nederlands schip wat hier al vaker is geweest, wat meteen de drempel overgaat, en een bootje met roeispanen. En heel voorzichtig varen wij erachteraan. Altijd prettig als je buren even een lijntje aanpakken. Het inklaren bij de douane vond ik een lastig proces. Ik kon het op internet niet goed vinden. Maar eenmaal bij de havenmeester stond er een pc klaar. En toen was het zo gebeurd. Wat heel erg leuk is in deze marina is eigenlijk onder alle vlaggenmasten staat de windsterkte met de gevolgen van dien. Dus this is hurricane, yacht crews decide to take a golf. And then whole gale, all boats are in harbor and pray to God. Vier knopen. Dit is een deel van de haven wat droog valt en erg geschikt is voor kleine bootjes. Of boten met een ondiepe kiel. We zijn hier bij de St. Helier Yacht Club. En in tegenstelling tot eerdere yachtclubs mogen we hier wel naar binnen als gast. Dus gaan even kijken. Dit is de haveningang. Daar kijk je op vanuit de Yacht Club. En daar zie je de boten op palen staan. We stappen op de bus en we gaan naar Cory. En wat leuk is, is dat je onderweg ook precies kan zien bij laagwater hoeveel rotsen er eigenlijk liggen. Waar je dus echt niet met je boot wil varen. We gaan wandelen langs de kust en we gaan ook naar Castle Mont Orgueil. Het is prachtig om langs allerlei kleine weggetjes naar beneden te lopen, zo richting het water. En het water is heerlijk verfrissend. Mark neemt er ook lekker een koele duik en ik doe wat qigongs. Nou, het
uitzicht is ook prachtig. En dan zie je ook de staken op die eilandjes, die dus helemaal onder water staan als het hoogwater is. Dus wij gaan met de bus weer terug. We komen langs het open luchtzwembad. En dan gaan we weer terug naar de haven. Het was een heerlijk dagje vandaag in St. Helier. We zijn met de bus nog eventjes verderop gegaan. Naar het kasteel gekeken, lekker gewandeld, wat gegeten. En zometeen gaan we weer terug naar de boot. En dan gaan we op tijd slapen, want om 4:30 gaan we op voor vertrek richting Saint-Malo. Precies.